De politie vraagt steeds meer de hulp van de burgers. Meldmisdaad anoniem wordt steeds vaker gebeld. En ook de normale meldlijn 0900 8844 is ingeburgerd. En iedereen kent natuurlijk het alarmnummer 112. In Leeuwarden en Dansemadeel wordt alweer geruime tijd gebruik gemaakt van Burgernet. Burgers worden te hulp geroepen door de politie om uit te kijken naar een winkeldief, overvaller of doorrijder na een ongeval. Maar ook wanneer iemand met dementie of een kind zoek is, bewijst Burgernet haar nut. In Leeuwarden en Dansemadeel is met groot succes geëxperimenteerd en vandaag gaat Burgernet van start in nog 10 Friese gemeenten. In Sneek, Wansterhim, Tietjerextradeel, Wimbritseradeel, Littenseradeel, Lemsterland, Het Bilt, Leeuwardenradeel, Verwerderadeel en Ameland kunnen burgers en medewerkers van daar actieve bedrijven zich aanmelden voor deelname. Donderdagmorgen werd het officiële startsein gegeven in het gemeentehuis in Stiens. Horen, zien en bellen. Burgernet is een succesverhaal, zo kopte de Leeuwarden-Krant afgelopen maandag. En terecht. Want na een succesvolle proeven in diverse plaatsen hier in Nederland, waaronder in Friesland, in Leeuwarden en in Damsmedeel, wordt in steeds meer gebieden van Nederland ingevoerd. En per vandaag ook in de 10 gemeenten die hier vertegenwoordigd zijn. Dat gaan we zometeen buiten symbolisch vormgeven. Mag ik u verzoeken het bord te onttrekken? Ja. Nou, loslaten. Kom maar, trek me door. Hij zit vast. Burgemeester Terkeus, ik wil u een kombord overhandigen. Dat is ook nog voor de andere gemeenten komt dat naar u toe. Maar symbolisch wil ik hem aan u overhandigen voor alle 10 gemeenten. Een bord waarmee u ook aan de buitenkant van uw gemeente zichtbaar kunt maken dat u deelnemer bent aan Burgernet. En als dat niet leidt tot een afschrikwekkend effect, dan zou ik het niet meer weten. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Burgernet is een succes. Waar blijkt dat uit? Nou, dat blijkt uit dat burgers van harte bereid zijn om mee te doen. Als we in de beide gemeenten waar we tot nu toe actief zijn geweest, Leeuwarden en Dantemadiel, kijken, dan is het aantal deelnemers gegroeid van 2700 naar 6000. Dus mensen zijn absoluut bereid om mee te werken aan veiligheid in hun eigen omgeving. En als tweede blijkt het uit dat we toch in de afgelopen 2 jaar zo'n 100 succesvolle acties hebben gedraaid. Met ook leuke resultaten als we kijken naar aanhouding van verdachten op hete daad. Maar ook het terugvinden van vermiste personen. Dus ook in die zin is Burgernet succesvol. Is er in de loop van dat jaar, ruim een jaar, een wijziging in het aantal zaken, in de soort zaken geweest? Nee, je ziet af en toe natuurlijk wel dat je wat rustige perioden hebt en wat drukkere perioden. Je bent ook een beetje afhankelijk van de meldingen die je binnenkrijgt. Maar je ziet eigenlijk dat vanaf het begin, na een opstartperiode, ja, eigenlijk continu toch zaken binnenkomen. Die uitermate geschikt zijn om op deze manier samen met burgers op te pakken en elkaar erin te helpen en te dienen. 10% van de acties heeft succes gehad. Ja, als je kijkt naar wanneer is een actie succesvol, daar kijken wij dus vaak naar wanneer reageren mensen op een oproep. En niet elke actie leidt dan ook daadwerkelijk op dat moment tot een aanhouding of tot een terugvinding van een vermiste. Maar ook als mensen actief deelnemen en onze melding kunnen doen waar wij verder mee kunnen, waar we soms ook na die tijd nog een dader door kunnen aanhouden. Dat vinden wij succesvol en dat valt onder die 10%. We komen nu bij de 2 proefgemeenten, 10 gemeenten bij. Hoeveel mensen denkt u dat daar als Burgernet deelnemer aan mee gaan doen? Nou, wij gaan uit dat toch zo'n 4-5% van het aantal inwoners dat mee gaat doen aan Burgernet. Dus wij verwachten dat we zeker in no time over de 10.000 deelnemers heen gaan.